We hebben net ons ontbijtje gehad. Het ziet er super lekker uit. Check al deze kerstbollen. Kijk die. Hey iedereen, ik start deze vlog nogal charmant of zoiets. Het is zaterdag, het is 8:30 uur, heel vroeg voor een zaterdag. Ik ben net gewassen, ik heb mijn kleren aan, ja, dat is mijn steeldrank. Ik ga straks gaan ontbijten met Astrid en Ellen. Ik ben wel nog moe voor een zaterdag, daar heb ik eigenlijk niet over nagedacht. Maar dus, ik zie er eigenlijk ook moe uit. Maar alles moet dus nog worden gedaan. Mijn haar en zo. Mijn make-up overduidelijk wallen aanwezig. Alles, oei. Dat moet ik dus nog doen. Ik heb eigenlijk nog maar een half uur. Want ik ga om 9:00 uur hier vertrekken. Het is niet zo ver. Het is in het centrum. Maar ja, ik moet echt een keer beginnen. Dus laten we echt beginnen met de make-up. Ik ga een simpele make-up doen, een simpele ooglook. Dus ja, en daarna ga ik ook nog een klein beetje stylen, want dat is precies toch wel eens nodig. Oké, ondertussen zijn we helemaal klaargemaakt. Dit is de look. Dit zijn de oorbelletjes. En mijn trui van H&M. Het is niet zo goed weer precies, dus dat is wel een beetje jammer. Want ik wou eigenlijk mijn leuke jas hierover doen. Maar het zal gewoon een stomme regenjas zijn. Vrees ik. Ik heb mijn trui ook al aan, omdat ik toch vind dat dat wat frisjes is. Dus ja, het is nu 15:15, dus ik heb het redelijk snel afgekregen allemaal. Wat ga ik nu nog doen? Een beetje opruimen en dan ga ik vertrekken. Oké, we zijn onderweg naar het ontbijt. Het ontbijt is trouwens in Friends in Haas. Ik weet niet of ik dat al verteld had. Het is heel grijs weer. Ik had eerst een andere jas aangetrokken, maar ik heb dan uiteindelijk toch deze jas terug aangetrokken. Omdat ik het de weerradar of zo niet geloofde. Dus heb ik deze jas terug aangetrokken, want als het dan regent. We hebben net ons ontbijtje gehad en het ziet er super lekker uit. Allee, smakelijk, hè? Smakelijk! Ondertussen ben ik terug thuis en het was mega gezellig met Astrid en Ellen. We hebben echt heel veel bijgepraat, echt constant gebabbeld. Dus dat is super tof. Ik vind het echt, ja, heel leuk en ik ben ook dankbaar dat ik zo twee goede vriendinnen heb, dankzij Instagram, dankzij sociale media eigenlijk. Dus dat is heel erg leuk, vind ik. Ik heb nu al heel veel leuk gezegd, volgens mij. Maar nu ga ik gewoon... ben ook trouwens nog naar de markt geweest en naar de kruidvat. Niet zoveel speciaal gekocht, gewoon wat heurstokjes en een oogpotlood had ik nog nodig. Dus voilà, op de markt heb ik toch uiteindelijk niks gevonden. Ik ging fruit kopen, maar het stond mij toch precies niet zo aan. En nu ga ik op mijn gemak een theetje drinken. Nog wat naar de foto's kijken die we hebben gemaakt nog. En verder zou ik ook graag nog naar Oudenaarde gaan. Dat is hier wel een eind van. Alleen een eind. Ik denk 40 minuten of zo. Heb ik een mooie teddybike gezien. En die wil ik super graag. Die is niet zo duur. Lijkt mij heel handig om zo wat dinges mee te pakken en zo. Dus daar ga ik voor kijken. Maar eerst ga ik even naar tv zien, naar een programma dat ik heb opgenomen. Gewoon zo eens een dag dat je dingen doet, dat je anders geen tijd voor hebt. Zo wat foto's bewerken. Alleen niet dat ik zoveel foto's heb of zo. Maar gewoon relax naar een programma zien dat ik heb opgenomen. Dat ik nooit kan kijken. Ik heb daar gewoon geen tijd voor. Programma's die er al 2 maanden of zo op staan. Maar zelfs in het weekend dat ik daar geen tijd voor heb. Dus nu dacht ik gewoon vandaag, relax. We zien wel wat dat een dag brengt. En ja, misschien ze biedt nog eens naar de action of zo. Ja, ik kan daar gewoon een keer van genieten. Van gewoon naar dingen te kijken en inspiratie op te doen. En ja, vind ik gewoon leuk naar decoratie kijken. En dat is zo wel mijn dagje. Ik ga misschien ook eens bij mijn grootouders vandaag. We zien het wel allemaal. Maar nu gewoon even een theetje maken. Ik zal jullie trouwens doen, wat mijn favoriete thee is. Ja, mijn was hangt hier ook omhoog. Dat is ook real life. Maar dus, ik heb trouwens al gehad in mijn kast. Moest je opvallen of zo? Nee, dat is de rommelkast. Hier is die. Dat is mijn favoriete thee, RT. Dat is van RT en dat is Queen Berry. Dat is echt mijn favoriete
thee. Ziet er gewoon leuk uit. Nu dat ik het daarvoor doe, het is gewoon een fruitige smaak. Dus ja. Ik vind mijn waterkoker nog altijd zo tof. En het roze natuurlijk. Dus die ga ik eventjes vullen. Ik ben net aangekomen in het Frunpark in Oudenaarde. Daar heb je een Jisk, een Action, Kruidvat, Lidl enzovoort. Ik ga vooral naar de Jisk en de Action gewoon een keer kijken. Het was hier super druk. Ik sta geparkeerd. Hopelijk niet te dicht bij beide auto's. Dat is altijd de vraag. Maar ik zal mijn spiegels maar induwen, denk ik. Ja, we gaan een keer kijken. Hè. Oh my god, er is gewoon een kerstgerief. Echt mega veel. Dat moet ik dus binnenkort ook gaan kopen. Dat zijn echt zoveel. Oh my god, check al deze kerstbollen. Kijk die rozen, ze zijn mega mooi. Echt zoveel. Zo, ondertussen ben ik terug thuis. Ik was dus in Oudenaarde. Ik was daar naar de Jisk geweest en naar de Action. Jisk was echt helemaal niks apart. Er was niks nieuws sinds ik daar ben geweest. Sinds ik ben verhuisd eigenlijk, was er daar niks nieuws, dus dat was wel een beetje teleurstellend. Dan in de Action, jullie hebben dat gezien, er was al superveel kerstgerief. Wat dat normaal is, vind ik, want dat was vorig jaar ook zo, dus dat is niet iets om te verschieten. Al ja, sommigen vinden het veel te vroeg. Ik vind het eigenlijk ook wel veel te vroeg. Maar ik wil zeggen, vorig jaar was dat ook zo vroeg, dus ja, ik was daar niet echt van verschoten. En ik heb ook enkele dingetjes gekocht, zowel in de Action als in Oudenaarde voor de teddybag. Ik denk dat ik dat vertelde, dat ik voor de teddybag in Oudenaarde zelf ging, in de stad van Oudenaarde. Daarna ben ik ook nog bij mijn grootouders geweest, maar ik zal je dus tonen wat ik in de Action heb gekocht eerst en dan mijn teddybag. Oké, zoals dat ik zei, was er al kerstgerief en ik heb inderdaad roze kerstballen gekocht. Ik dacht, dan moet ik dat niet allemaal in één keer kopen. Is dat geen grote aankoop in één keer? En ik vond dat wel een mooie prijs. Ik had ook wel schrik dat alles al ging uitverkocht zijn als ik het wou kopen. Ik heb deze roze, uiteraard roze, gekocht met een beetje rood. Zo van dat parelmoer. Kijk hoe mooi dat dat glinstert. Echt super mooi. Kijk, en hier ook. Ja, dat zijn dezelfde. Maar ik vind dat echt heel mooi. Dan zag ik dit. Dat is ook roos, maar het is al donker ondertussen en je ziet het niet zo goed. Dat is zo een soort, ja, placemat of zoiets. Vind ik wel heel leuk. Placemat, onderlegger voor iets, ja, voor iets op te zetten of zo. Met de feesten, maar ook zo lijkt mij dat wel leuk. Dan, mijn geurtje was op in de wc. Zo, die geurverspreider was op, dus ik heb deze gekocht in soft cotton. Dan, mijn oplader was kapot van mijn gsm. Heb ik deze gekocht. Dan nog doekjes. En dan nog, ik doe daar trouwens mijn make-up niet van af, maar wel als ik zo mijn handen wil afkuisen, als dat vol make-up hangt, is dat wel handig. Dan deze scrub. Deze ruikt echt super lekker. Daarom dat ik deze eens ga proberen. En dan ook nog kaarsjes. Want ik heb alleen nog maar saaie witte kaarsjes zonder geur. Dus daarom dat ik deze eens ga proberen. Lijkt me wel goed. Hopelijk branden ze nog lang ook. Ja, vier uur branden ze. Ja, valt nog mee. En dan nu de teddy bag. Die hangt aan mijn stoel. Ah nee, ligt op mijn stoel. En ik vind die nog mooier in het echt dan op de foto. Kijk. Super mooie teddy bag. En het logootje, het merk, de naam van de winkel staat erop. Het is echt heel mooi afgewerkt. Zo. Zo, dat was alles wat ik heb gekocht. Dan ga ik nu eten en nog wat relaxen. Gewoon niet te veel meer doen, gewoon rusten. Het is buiten super slecht weer. Ik hoop dat morgen nog, ik ga niet zeggen goed weer, want ze geven 100% kans op regen. Ik ga gewoon zeggen, ik hoop dat er momenten zijn dat het niet regent. Voilà. Oké, voilà, dan was dit zaterdag alweer. Dan zie ik jullie morgen wel terug. Goedemorgen iedereen, vandaag is het zondag en ik ben bezig met een eitje te maken. En ik heb juist ook een boterham gemaakt met iets super lekker. Ik ga het jullie even laten zien. Met deze witte chocopasta van de Albert Heijn. Echt mega lekker, maar mega ongezond ook natuurlijk. Ik start mijn dag altijd met een
glaasje fruitsap. Ik ben hier al goed bezig met mijn glaasje fruitsap. En dan gaan we nog wat relaxen. Het is vandaag trouwens super slecht weer, helaas. Dus ondertussen ben ik helemaal klaargemaakt. Mijn make-up is gedaan, mijn haar is gestyled. Ik heb hier een keer gestofzuigd. Ik heb zo'n steelstofzuiger, dus dat is super gemakkelijk. Ik was net buiten aan het kijken. Ik weet niet of jullie het zien. Hij ziet wel, ja, de regendruppels op mijn venster. Ik ging dus vandaag hier bij mij, een straat verder, vond ik echt super leuke deuren. Allee, het klinkt misschien zo stom, maar echt leuke deuren en leuke achtergrond. Dat ik dacht, daar zie ik echt potentieel in voor een foto. Maar helaas, het regent. Ze hadden gisteren nog 50% vanaf 2 uur. Nu is het al 70 of 90%. Dus ik weet niet wat het gaat worden vandaag. Ja, ze biedt komen trouwens mijn ouders eten. Allee, eten. We gaan eigenlijk gewoon eten bestellen. Is gemakkelijk en dat is ook een keer lekker. Hè. Wat ga ik nu nog doen? Ik was een vlog van Masha aan het kijken van Beauty Gloss. En ik was ook bezig op Instagram, sociale media. Ik was aan het twijfelen dat ik mijn bed zou maken of niet. Meestal als ik ga werken, maak ik dat gewoon niet. Dat is zo mooier. Maar ja, we zien het wel. Het is zondag. Zondag rustig een beetje. Ik zou het toch jammer vinden als ik geen foto's zou kunnen maken vandaag. Maar ik weet het niet. We zien het wel. Ja, en de winkels zijn trouwens ook open vandaag. Dus we gaan sowieso eens naar de winkel. Al is met onze regenjas en onze paraplu. Maakt niet uit. Hè. Ik ben momenteel bij Lola Lisa en ik ben een jas aan het passen, want het is min 20% vandaag en ik heb nog een cadeaubon. Ik had deze broek gepast, maar die was veel te groot en dat is zo'n model met zo'n wijde pijpen en dat stond me totaal niet. Maar ik ga nu dus deze jas passen. Ik heb trouwens een outfit aan van Lola Lisa met deze jas en mijn nieuwe teddybag heb ik ook mee. Oké, deze wordt hem dus niet. Helaas. Hey iedereen, ik ben gisteren gewoon vergeten de vlog af te sluiten. En ondertussen is het maandagochtend. Het is nog geen 7 uur. Dus het is super vroeg. Maar ik dacht, ik ga de vlog afsluiten. Want ik ga hem straks na mijn werk bewerken. En dan heb ik dat toch al gedaan. Gisteren, het laatste beeld dat jullie hebben gezien, was denk ik in de Lola Lisa. Ik heb uiteindelijk niks gekocht. Ik heb gewoon algemeen niks gekocht in Aalst, zelfs omdat ik niks vond, maar ja, dat hoefde ook niet. Het was gewoon gezellig. We zijn daarna nog zo'n kaastaart gaan eten en dan hier bij mij thuis nog een beetje gerust en zo. Dus dat was wel super gezellig. Nu is het helaas al maandag, jammer genoeg. Ik hoop dat het snel weer weekend is eigenlijk. Maar dus ja, ik hoop dat jullie dit weekend, deze weekendvlog leuk vonden. Als dat zo is, doe een duimpje omhoog en abonneer op mijn YouTube kanaal. Tot de volgende video. Dag!